Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Na een prachtige en zonovergoten dag heb je als hoop dat dit zo blijft. Dit fraaie lenteweer, hoewel er wel veel wind stond. Nou, die wind gaat wel afnemen, maar als we naar de satellietfoto kijken, dan zien we ook dat ten zuiden van Nederland er een flink pakket aan bewolking klaar ligt. Nou, die bewolking komt geleidelijk aan dichterbij. En dat betekent dus niet alleen dat de zon het moeilijker krijgt of dat we in de nacht minder opklaringen krijgen, maar het betekent tegelijkertijd dat de kans op een bui toeneemt. Misschien vanavond al een eerste onweersbui in het uiterste zuidwesten van het land. Dat zou kunnen. En in de loop van de nacht breidt de bewolking zich dan uit en zien we geleidelijk op steeds meer plaatsen van tijd tot tijd een bui voorkomen. Temperaturen vannacht tussen de 7 en 10 graden. Het koudst is het in het noordoosten van het land. Dan beginnen we morgen de dag met wat buien. In de loop van de dag nog steeds kans op een enkele bui, maar ook weer meer ruimte voor de zon tussendoor. En dan lopen de temperaturen nog op naar 13 tot 16, lokaal misschien 17 graden in het oosten en zuidoosten van het land. De wind draait naar het zuidwesten, is matig morgen, kracht 3 of 4. En geleidelijk aan neemt de wind zelfs nog wat meer af. Dan blijft het de dagen die volgen wat wisselvallig, met woensdag en donderdag temperaturen van 15 of 16 graden. Vrijdag gaat het kwik wat omlaag en vrijdag hebben we ook duidelijk wat meer buien dan op de andere dagen en wat minder ruimte voor zon tussendoor. Nou, in het weekeinde lijkt de buienkans wat af te nemen en heel voorzichtig gaat de temperatuur na een dip in het weekeinde langzaam weer wat omhoog. Echt stabiel lenteweer? Ja, het kan, maar de temperatuur wil nog niet echt omhoog, blijft zo tegen die 15 graden aanhangen. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.